Vandaag ben ik uit het verre Zeeland afgereisd naar Oorschot. Na een lange reis, een veel te korte overstap en een tergend langzame busreis waarbij het weer compleet 180 graden omsloeg, ben ik uiteindelijk aangekomen in Oorschot. Zonder jas, zonder concreet plan, maar met goede hoop. En na een korte wandeling heb ik mijn eerste stap gezet tot het verwezenlijken van mijn droom.